Ik heb een halve zin opgeschreven en die mag je aanvullen. Oké. Okay, ja, kom okay. maar door. Ja, okay. Mijn bijnaam is Charlie. Oh, leuk. Ik ben vandaag het meest dankbaar voor dat ik hier ben. Yay. <laughs> ik krijg stress van mensen die stress hebben. Oké, okay, let's go. We gaan beginnen. Hallo allemaal, ik ben Van Poorten hier. Leuk dat je luistert naar Met z'n allen de podcast. Deze podcast is voor iedereen en met iedereen. Vanuit onze studio in Amsterdam buigen wij ons over jullie ingestuurde vragen. Want samen is beter dan alleen. Iedere week schuift er iemand aan om zijn of haar wijsheden te delen. En deze week is dat. Charlotte Labé. Yes. <laughs> Ondernemer, coach, voedingscoach. Wat mis ik nog? Want jij, ben, jij bent heel veel. Um, nou, mezelf. Vooral. Ja. ja, dat is wat ik mijn zoontje altijd meegeef. Als ze aan hem vragen: Sky, wat wil je later worden? Ja. Dan zegt die mam. gewoon mezelf en gelukkig. En dan zeg ik: Dat is het mooiste antwoord. Dus als jij ja. zegt in dat rijtje: Wie mis ik nou gewoon, Charlotte? Gewoon wie ik ben. En verder zijn het maar labels. En um, ja, doe ik iedere dag waar ik heel blij van word. En dat past allemaal in dat rijtje. Ja, ik heb jouw boek geluisterd. and Dat heb ik expres verdeeld over de dagen voordat ik jou nu voor het eerst ging ontmoeten. Omdat het dan super vers is. En ik heb dus het gevoel dat ik je ook al heel lang ken. Doordat ik jou de hele tijd, tijdens mijn wandelingen, tijdens het koken, tijdens het poetsen, tijd heb, heb ik jou de hele tijd in mijn oor gehoord. En het was fantastisch. Wat fijn. Ja, ik heb hem ook zelf ingesproken, het luisterboek. Ja. Dus dat, uh, dat voelt heel dichtbij. Ik heb ook wel eens mensen die zeiden, ik luisterde je boek en ik viel in slaap. Zo'n zo rustige stem heb je. Dus ik ben blij dat dat bij jou niet gebeurd is. Nee, want ik denk natuurlijk meteen. Jij bent hier te gast. Ik weet wat voor vragen de luisteraars hebben. En ik heb zelf ook een hele hoop vragen. Want jouw boek, Brain Balance, heb ik gelezen. Ja. Geluisterd gelezen. Ja. Hoe lang is dat boek al uit? Nou, nu exact twee jaar. Ja. En ja. Ligt hier alweer een nieuw boek voor me? Ja, sterker nog, inmiddels zijn er zes boeken. Ja. Ja, dat is uh, ja, wanneer je in een flow zit. En zoveel inspiratie hebt. En zoveel kennis wat je wilt delen. Dit is het zesde boek, Brain Food Smoothies ja dit boek staat eigenlijk helemaal in het teken van hoe hou je je brein gezond door middel van de juiste voedingsstoffen je darmen super belangrijk gezonde darmen betekent een gezond brein en daar deel ik hele fijne smoothie recepten in um, en deze is vorige maand gelanceerd dus die uh, ja begin juni uh, was die er dus iets langer twee maanden nu ja Super cool om boeken te kunnen schrijven. Maar ik ja. heb nooit gedacht dat ik schrijver zou worden. Dus dat is ook wel weer bijzonder. Ik heb jou ook beter leren kennen in jouw boek. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Want jij hebt zoveel verschillende dingen gedaan. Zo je hart gevolgd op verschillende gebieden. Um, en nu gaan we het ook vooral hebben over die hersenen. Waar jij helemaal in gespecialiseerd bent. Geraakt. Ja, superleuk. Ja. Waarom die hersenen? Waarom niet? Ja, wat kan je nog meer? Emoties of spieren? Wat trekt jou zo aan aan hersenen? Nou ja, je zegt het heel mooi. Hè? Waarom niet emoties of spieren? Hè? Als voorbeeld, je hersenen sturen alles aan. Dus ook die emoties, ook die spieren. Mm. Alles wat je denkt, alles wat je voelt, alles wat je doet, start in je brein. En jeetje, ik ben nu 35. Wist ik maar meer over mijn brein in de eerste 30 jaar van mijn leven? Ik weet, ik weet dit nog maar sinds vijf jaar dat je. Je brein anders kunt aansturen, dat je letterlijk invloed hebt op je brein, dat je je brein kunt herprogrammeren, dat je brein bepaalde voedingsstoffen nodig hebben, um, wat ik dan brainfood noem. De, ik heb dat nooit gehad op school. Ik heb nooit geleerd dat voeding er ook echt is voor je brein en dat ja, je brein bij alles betrokken is, dag in dag uit. Iedere seconde van de dag is jouw brein eigenlijk je beste vriend. En tegenwoordig zien we steeds meer mensen die een conflict hebben met hun eigen brein. En daardoor in een disbalans terechtkomen. Denk aan burn-outs, depressies, overspannen, Alzheimer-dementie. Ja, Die hele ontwikkeling in mentale ziektebeelden is zo enorm nu op dit moment. Maar de komende tien jaar komen wij voor een hele grote uitdaging. Ja, en dat is mijn missie om breinkennis voor iedereen toegankelijk te maken. Van jong tot oud, echt letterlijk van 0 tot 100. We hebben die kennis gewoon nodig. Ongeacht wie je bent, waar je woont, wat je doet. Je brein is alles. Ja, en het is zo mooi dat zelfs nu jij het zegt, zelfs nadat ik je boek heb geluisterd, een burn-out, dan denk je niet aan je hersenen. Nee, en dat is heel erg gek, want een burn-out is een onderbewuste keuze um, ja, van je brein. Hè? Dus hij kiest eigenlijk heel bewust vanuit het onderbewuste systeem: van ja, nu is het zover dat de rek eruit is, het brein is op. Ja. En dan krijgen we lichamelijke klachten. Dus het, het is echt het start bij mentaal. Uh, wanneer je een burn-out krijgt en zorg je niet goed voor je brein, ja, dan vallen dus ook andere organen, maar zelfs ook spieren, um, vallen uit. Dus dat stuurt je fysieke ja, lichaam weer aan. Zo fascinerend, zo interessant voor iedereen die luistert. Ik denk dat dit zo'n aflevering wordt waar je een notitieboekje bij de hand moet houden. Zou ik um, zeker doen? Ja, want uh, we gaan er vandaag echt veel leren. Uh, tools waar je echt wat aan hebt, waar je je leven mee kan veranderen. En ik denk ook dat je verrast gaat zijn over de informatie die je krijgt. Maar voordat we losbarsten met alle informatie, gewoon even een rustige vraag om te beginnen. Hoe gaat het met je vandaag? Heerlijk, het gaat hartstikke goed. Ik zit nog uh, midden in de uh, zomervakantie van mijn zoontje. Mm -hmm. um, en wij hebben echt lekker uh, een maand vakantie gehad. Dus wij hebben uh, ja, lekker met het gezin ook doorgebracht, wat heel erg fijn is. En op dit moment, uh, ja, ik ben heerlijk in balans. Niet gestrest, ik zit lekker in mijn vel. Ik doe iedere dag wat ik leuk vind. En dat heb ik jarenlang niet gehad. Dus mm -hmm. ja, dat is zo'n mooi cadeautje. Dus het gaat ja. heel goed met me. Wat ja. fijn. Dank je. Hey, en in, in zakelijk opzicht, gaat er iets groots gebeuren? Ja, er gaat iets heel groots gebeuren. En dat vind ik best spannend, zeker nu jij dit zo zegt. Vertel, vertel. Ja, op 19 september uh, sta ik voor het eerst in Ahoy. <coughs> Kijk, ik krijg meteen een kikker in mijn keel. Dus nu krijg ik dus ja. wel stress. <coughs> um, Ahoy. Ahoy. Ja, Ahoy, het grootste theater van Nederland. De RTM Stage, dus een nieuwe zaal. En daar ga ik de allereerste breinshow van Nederland geven. Ja... Wauw, dat is um, iets wat ooit vijf jaar geleden uh, heb ik gevisualiseerd. Ik wil een grote zaal, uh, duizenden mensen ja. en mijn verhaal delen en kennis delen over dat brein. En dat gaat gewoon gebeuren over een maand. Dat is 19 september. Dat is zo cool. Maar zo bizar en ook bijna on-Nederlands. Ja, het is nog nooit gebeurd. Ja. Wat ga je precies doen daar? Nou, we hebben een heel gaaf voorprogramma. Victor Mitz. natuurlijk ja? van, van Mindfuck, kennen we denk ik allemaal wel. Uh, Umberto Tan is onze host, dus wow. die zal ook echt in gesprek gaan met de bezoeker uh, en met mij. En ik ga daar echt de allernieuwste inzichten delen vanuit de neurowetenschappen, vanuit de ortomoleculaire geneeskunde. De kennis van hoe kunnen we nu gaan starten met wat meer balans in ons brein en een betere breingezondheid? Wat ik daar op gang wil gaan brengen is eigenlijk de grootste brainwave ooit. Die start bij de individu in de zaal, maar ook je buurman die naast je zit, degene die achter je zit, degene die voor je zit. Maar ook wanneer je naar huis gaat, dat je een stukje kennis meeneemt, maar vooral ook inspiratie en dat je doorgeeft. En dat is die brainwave van jeetje, laten we met z'n allen iets anders gaan doen. Want het is zo hard nodig voor die mentale gezondheid. En die brainwave start is heel klein. En we hebben daar balans voor nodig om letterlijk op die golf te kunnen gaan surfen. En ik geloof echt dat we met Nederland, met z'n allen, op die brein golf kunnen gaan surfen en ons een stuk gezonder kunnen gaan maken. Ja, en dit is natuurlijk helemaal iets voor ons, met z'n allen, hè? voor de luisteraars. Dus we hebben even contact gehad daarover. Ja, en wij mogen een paar kaartjes weggeven. Ja, toch? absoluut. En het lijkt me onwijs leuk ja, om daar een leuke actie mee te doen. Ja, hoeveel kaartjes mogen we weggeven? Nou, wat zullen we doen? Wat, ja, wat ja, jij ja, ja, nee, kijk, ik, ik heb geen idee. Jij, jij mag het helemaal zeggen. Zullen we tien keer twee kaarten weggeven? Ja, yeah, yeah, let's go. Is dat leuk? Ja, en dan ja. Uh, ga ik dat koppelen aan de social media. Leuk. Het ja? met z'n allen de podcast. En wij gaan straks eventjes een vraag bedenken samen... die ze kunnen beantwoorden, waardoor ze ze kunnen winnen. Goed idee. Ja, Lijkt me een goed doen? idee. Superleuk. Okay. Dus ga naar ja. de Instagram toe. Daar staat hij dan nu of deze week op. En dan maak je kans op die kaarten. En dan kan jij meegaan oh, op de schof. allergrootste brainwave. Ooit. Ja, cool. Ik, zal daar, ik ga daar ook mijn allernieuwste model introduceren. Ik heb een nieuw model ontwikkeld. Ja. Wat letterlijk ook in het teken staat van... Uh, een stukje kennis, maar ook visie, maar ook evolutie evolutie voor jezelf maar ook evolutie voor de toekomst van jezelf mm -hmm. maar ook van de generaties die na ons komen. Want uiteindelijk die breinevolutie... Ja, daar gaan we het zo meteen vast ja, ook nog ja, over ja, ja. hebben. Die is zo belangrijk. En niet alleen vandaag, maar ook morgen en het thema is dan ook change today, enjoy tomorrow en ja, ik krijg gewoon wel, want dat vind ik ja. zo'n mooie slogan ook. Ja, want ja. wanneer je vandaag niks verandert, kun je morgen niet genieten. Precies en dat zit al in de kleine dingen. 100%. Ja, en Ik vind het zo leuk al. Kijk, je komt hier binnen ten eerste, ze heeft allemaal cadeautjes voor mij meegenomen. Waar ik super lekker op ga, allem een fijne olie en, uh, oh, en, en collageenpoeder. Voor iedereen die het zich afvraagt. Want dat is een hype. Je ziet het ja, overal. Klopt. Ik dacht dat het niet werkte. Maar jij vertelde me: het werkt. Mm -hmm. Ja, er is echt onderzoek naar gedaan. En uh, dat zijn ook echt de wetenschappelijke claims die gemaakt mogen worden. Dat collageen daadwerkelijk werkt voor huid. Haar en nagels. En dat is fantastisch, want um, tijdlang werd er gezegd: ja, dat werkt niet. Iets van extern naar binnen. Maar uh, zeker wanneer je kijkt naar de juiste soorten collageen. Ik heb zelf dan een viscollageen ontwikkeld. Die staat zo dichtbij het menselijke collageen. dat het gewoon wordt opgepakt en verwerkt. Dus het is. ja, niet omdat het mijn eigen product is. maar mensen zijn hier zo ontzettend blij mee. Je ziet het verschil ook sinds dat ik het zelf gebruik. Ja, ik wil niks anders meer, maar ja. heel veel mensen met mij. Ik ben heel benieuwd wat jij er ook van gaat vinden. Ik stond op het punt om het aan te schaffen, omdat ik zag dat mijn moeder het gebruikte. En dat er, er moet iets gebeurd zijn. Maar jij, jij komt hier dus ook binnen met een fantastische smoothie. Ja. Um, jij, daar gaan we het nog uitgebreid over hebben. Maar je Absoluut. hebt dus een nieuw. Boek Brain Food, waar jij ook smoothies bespreekt. Hier bij Dag en Nacht Media, waar wij nu zitten, daar weten ze dat ik smoothies drink. En dat, die echt, dat ik gewoon iedere keer bijna over mijn nek ga. <laughs> jij, jij gaat ons helpen ook aan lekkere smoothie recepten. Hè? Ja, hier staan er 80 in. Die zijn heel gezond en ook heel lekker. <laughs> Oké, okay, we gaan uh, beginnen, maar niet voor de huishoudelijke mededelingen. Iedereen volgt dus Instagram, dat heb ik eigenlijk al gezegd. Het met z'n allen de podcast, daar vind je dus echt meer diepgang over de uitzendingen. Kan je lekker meekletsen. En... Stuur alsjeblieft je vragen naar me op. Wil jij in de podcast zitten? Dan kan dat met jouw vraag. Of je kan zelfs je vraag inspreken en met jouw stem in de podcast komen. Ik vind dat gewoon heel leuk. Leuk. Ja, ja. toch als ik de luisteraars hoor. Ik heb er voor nu geen. Uh, en ik denk toch dat die drempel misschien een beetje wat hoog is. Maar we kunnen altijd je stem vervormen. Nou, <laughs> ik vind dat wel heel leuk. Want dan heb je echt die interactie. Dan mm -hmm. wordt het nog. Ja dichterbij, met z'n allen, precies ja. waar je ook voor staat. Ja, dus schaam je niet, stuur lekker je vraag op. En dan gaan wij uh, beginnen. Gezellig, let's go. Eerst eventjes helemaal bij het begin, want het begon allemaal niet bij jou met onderzoeken naar hersenen. Dit is niet iets waarvan jij op de middelbare school dacht, nou, dit wordt hem. Jij nee. had een heel ander plan, hè? Ja, um, als je me ooit vroeg als kind zijnde wat wil je worden, dan was het of dierenarts of advocaat... Nou, dat is totaal, <laughs> totaal mislukt. Hè? Um, en uiteindelijk ben ik het modellenvak ingerold. Uh, en, en toen prestatricevak. En nee, hersenen. Nee, ik bedoel, oké, okay, iedereen weet wel dat hij hersenen heeft. Maar dat er nog meer kennis toegankelijk is voor iedereen als leek. Want dat was ik ook echt vijf jaar geleden. Ik wist het niet. Ik had geen idee. Nee. Maar dat is wel echt door een persoonlijke ontwikkeling bij mijzelf gekomen. Het is op een gegeven moment. Had ik zoveel stress jarenlang, dag in dag uit. Ik sliep slecht, ik at slecht. Tuurlijk, iedereen weet wel dat gezonde voeding belangrijk is. Maar het doen is nog een tweede. Dat is vaak een uitdaging. En dat was het voor mij ook. Dus ik at, denk ik, nou, zoals de gemiddelde Nederlander misschien zelfs nog wel slechter: weinig groente, veel brood, veel koolhydraten, veel suikers. Soms had uh, ik op één dag een hele zak Milky Ways. En was dat het? Want ik was druk en ik had wel energie nodig. Dus ik merkte wel, mijn lichaam vraagt om energie. Maar ik was gewoon ja, mijn lichaam aan het kapot maken. Mm. En ik had geen idee. En ik had al jarenlang last van mijn rug en mijn nek en darmklachten en nou ja, vermoeidheid en slecht slapen. En eigenlijk heel veel mensen om mij heen. Als ik dat vroeg, van, nou, dit, ja, dat heb ik ook. Ja, dat heb ik ook. Het werd bijna een soort van common thing. Iedereen heeft dat, iedereen loopt er tegenaan. Toen dacht ik, ja, maar dit kan toch niet zo zijn? Nou ja, fijn. Ik leefde gewoon door zoals ik leefde: schouders eronder, niet lullen, maar poetsen en vooral heel hard werken. Dat was echt mijn, mijn breinprogrammering. Totdat ik op een gegeven moment uh, baarmoederhalskanker kreeg, best wel voor het stadium, en uh, ik daarin geopereerd moest worden. Ik kreeg op woensdag het telefoontje baarmoederhalskanker, vrijdag opereren weer. Wow. En ik had op dat moment een onwijs druk bedrijf. Ik zat in de mode, iets totaal anders dan, dan ja, waar ik nu uh, me in begeef. En toen dacht ik, oké, okay, hier heb ik eigenlijk geen tijd voor. Maar ja, laten we het maar even doen en door. Dus ik werd vrijdag geopereerd en maandag was ik weer op kantoor. Um, als ik het nu vertel en ook als ik het in mijn boek, ja, toen ik het heb opgeschreven... was het ook een vorm van therapie, want je schrijft en dat is fantastisch voor je brein. Is het natuurlijk echt van de zotte dat je jezelf geen tijd geeft om te herstellen van zo'n ziekte... En toch was dat al een van de signalen dat mijn lijf en ook mijn brein langzaam aan het afbrokkelen waren, maar ik had geen idee. En kort daarna um, nou, werd ik zwanger van Sky, ons zoontje. Gelukkig, want daar waren we al twee jaar mee bezig, maar ook mede door. Dus die baarmoederhalskanker lukte dat niet. Heel stressvol traject ook waar je dan in gaat en je denkt echt: Nou, mijn hele lichaam, er is iets mis. Dat was het dus ook. Nou, hersteld. Ik werd zwanger van Sky. Um, gedurende die zwangerschap werd het niet rustiger in mijn bedrijf. Ook niet in mijn hoofd. Het werd eigenlijk alleen maar drukker. En ik denk: oh, hoe kan ik dat straks met een baby en een bedrijf? En hoe ga ik dit fixen? Dus ik negeerde dat vooral. Ik negeerde vooral ook dat ik zwanger was. Want ik dacht: ja, daar heb ik eigenlijk geen tijd voor. Het klinkt allemaal te bizar voor woorden. Want je wilt zwanger zijn. Maar eigenlijk komt het ook niet echt uit. Dus ik leefde in een soort rush in mijn leven. En als ik terugkijk, denk ik: jeetje, wat was je al ver van jezelf? Wat, wat was je jezelf kwijt? Maar dat gaat stapsgewijs en dat is een trein die heel langzaam gaat rijden en dat verandert in een TCV en je hebt niet meer door dat hij zo hard gaat. Ja, en dat is het hele punt geweest uiteindelijk. Toen Sky geboren werd, um, drie weken daarna brandde ons huis helemaal af. Ja, en dat was wel het moment dat ik dacht, hoe, hoe gaan we dit verwerken? Hoe gaan we van een veilige basis, een thuishaven die zo belangrijk is ook voor je breingezondheid, naar weer naar die balans? Nou, daar zijn we anderhalf jaar mee bezig geweest om alles op te bouwen. En met verzekeraars en nou, rechtszaken die liepen. Ja, dat ik mezelf totaal kwijtraakte daarin al in dat proces. Ik had extreme last van mijn nek, mijn schouders, veel hoofdpijn. Ik sliep bijna niet meer. Ik was alleen maar aan het nadenken. Ik had het idee dat ik dingen verkeerd deed. Ik kon de liefde niet aan mezelf geven. Dus ook niet aan mijn kindje. Dus ik vond mezelf een waardeloze moeder. Nou, als je in die emoties komt, mm. ja dan. Dan ga je gewoon, wordt het eigenlijk desastreus. Je bent jezelf echt aan het vernietigen. Um, en toen na een paar maanden kwam ik in een faillissement terecht van mijn bedrijf. Ja, dat is natuurlijk niet van vandaag op morgen. Dus iets wat ook maandenlang zijpelt en een soort van schip wat aan het zinken is. Ja, wat je wil redden en overeind wil houden. En in januari, 13 januari op mijn verjaardag heb ik dan het faillissement aangevraagd. Boah. Dus dit gebeurde eigenlijk in een jaar tijd allemaal. En toen, ja, toen dacht ik, wie ben ik nou eigenlijk? Wie ben ik? Waar sta ik voor? Waar word ik echt gelukkig van? Um, hoe ga ik mezelf weer op de rit krijgen? Ik zag er niet uit. Ik was vijf kilo lichter. Een ingevallen bek in mijn haar brak af. Um, doffe ogen. Um, ja, en het ging van kwaad naar erger. Dus toen had ik ook niks meer om handen. Van altijd heel druk zijn en een bedrijf hebben en troubleshooten... en dat proberen hoog te houden, naar in één keer niks meer... Um, ja, ik voelde me zo nutteloos. Falen. Ik had het niet goed gedaan... Ja, en tegelijkertijd werd ik weer boos op mezelf. van ja, je geeft ook je man en je kind niet meer de liefde die ze verdienen. Dus hoe waardeloos ben je? Mm -hmm. Dus ik praatte mezelf de vernieling in. Nou, dat was januari. En in mei, uh, dat is nu dus echt vijf jaar, vijf en een half jaar geleden. toen ben ik met spoed opgenomen in het ziekenhuis. met verlammingsverschijnselen. En um, ja, daar kwam uit dat mijn nervus vagus, de hoofdzenuw. die loopt vanuit je brein. naar de rest van je organen, dus ook naar je darmen. Uh, dat die. Dus Dusdanig beschadigd was op vier plekken. En toen vroeg ik aan die neuroloog: Ik zeg, Oké, okay, maar hoe ga je dit fixen? Ga je me opereren? Heb je medicijnen? Um, ja, ik zocht die quick fix. Ik wilde morgen weer beter zijn. En gelukkig, en dat is echt. Dat heeft mij uiteindelijk weer op het goede pad gebracht: is dat hij een holistische arts is. Hij kijkt veel breder naar het grotere plaatje. En hij zegt: Ja, maar dit gebeurt niet vanzelf. Dit, dit gebeurt met een reden. En hij vroeg me, en ik zal het voor altijd onthouden, mevrouw Labey heeft u stress? En ik zei letterlijk, stress? Nee, ik heb geen stress. En ik zei dat en toen van binnen dacht ik, you liar, je hebt superveel stress. Jaren, misschien al wel tien jaar, weet je. Hou op, wie hou je, wie hou je voor de gek? Maar ik dacht, als ik nu zeg, ja, dat heb ik, voel ik me helemaal zo van ja, kansloos of zo. En toen zei hij, ja, er zijn twee oplossingen. Hij zegt, de ene is, je blijft doen wat je nu doet en je belandt in een rolstoel. Definitief chronisch. Of je gaat je leven veranderen. Je gaat onderzoeken waarom je nu jezelf letterlijk kapot aan het maken bent. En je herstelt weer want je hebt een zelfhelend vermogen. En als ik nog nooit van gehoord, ik dacht echt, waar heeft hij het over? Wat is dit zelfhelend vermogen? Ik denk, ja, geef mij gewoon die medicijnen en, uh, en door. Dat was echt mijn mindset: doorgaan, doorgaan, doorgaan. doorgaan. Stond ik buiten bij het ziekenhuis en ik weet nog wel dat ik tegen mijn man zei: Oké, okay, het is nu erop of eronder. Het is nu aan mij om die verandering in te gaan zetten. En daar startte de reis naar mezelf. Wow. Zoeken, waar, ja, wie ben ik nu eigenlijk? En, en hoe komt het dat ik mezelf dit aan heb gedaan? Want ik geloof niet dat het de schuld is van de maatschappij. Je doet het jezelf aan. Mm -hmm. Waar begin je dan? Ja. Um, zoeken op internet en dan kom je van alles tegen. Je gaat zoeken naar stress. En ik zocht als eerste die Nervus Vagus op, want ik had er nog nooit van gehoord. Wat, wat is dat voor iets? Ja, dan ga je artikelen lezen en dan denk je echt, ja, wat, wat moet ik nu gaan doen? En ik las iets over hè, voeding is gezond en dat helpt je zelfhelend vermogen. Dus dat was bij mij meteen de eerste dag. Oké, okay, mijn voeding. Uh, in die tijd leefde ik enorm ongezond. Ik had de energie niet meer om te koken. Ik leefde toen uh, met mijn zoontje op Ibiza mijn man woonde in Nederland. Ik kwam soms eens op en neer. Oh, wat heerlijk! Dus, ja, 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 dat, dat was heerlijk. <laughs> maar ik was zo diep ook. ongelukkig. Ja. ja, want het ging zo slecht met mij. Ik voelde me zo eenzaam. Ja, dat voor buiten was het voor iedereen: she's living the perfect life. Mm -hmm. Maar ik was diep ongelukkig. En dan krijg je best wel veel over je heen binnen één jaar. Meer dan sommige mensen in een heel mensenleven krijgen. Ja. Ben je moeder, brandt het huis af, faillissement. Kom je bij een arts, zegt hij. Hé, hey, als dit nog even zo doorgaat, dan zit je in een rolstoel. Ja. Wat was jouw eerste stap na die voeding? En hoe maak je dan zo'n ombekeer? Ja, er, er was geen andere weg dan dit. Dit, dit moest... Um, het was dusdanig zo heftig bij mij... dat het inderdaad of binnen drie maanden die rolstoel was... of je gaat nu gewoon met jezelf aan de slag... en je fixt het gewoon, Charlotte. En wat dat betreft ben ik wel een strevertje. Als ik me ergens in vastbijt, dan ga ik er ook voor. Dat heb ik gehoord in je boek. Ja. Want alles wat jij doet, daar ga je vol gas voor. En overal vol gas. zie je een kans in. Maar ja. heel mooi dat je dat dus op dit moment... ook op jezelf ging toepassen. Ja, ja ik pas het op mezelf toe. En was het gemakkelijk? Nee. Want zelfs de blender uit de kast halen kostte mij heel veel moeite. En dan zei mijn brein, serieus, ga je dit nu doen? Wat een onzin. Werkt helemaal niet. Dus ik had zoveel belemmerende overtuigingen. Dat ik, ik ben echt heel diep gegaan. Maar ik heb die hele voorraadkast leeggegooid Wat alleen maar chips, koekjes, rotzooi. Ik uh, ben naar de groenteboer gegaan. En ik heb alleen maar gewoon groente gehaald en fruit. Ik dacht, oké, okay, dit is nu wat ik ga doen. En um, wat mijn brein ook zegt, het zal wel. Maar hier ga ik voor. En ja, dat was niet makkelijk. Ik heb het wel gedaan. Ik ben verder gaan kijken. Ik, ik had wat vrienden in de spirituele hoek die al jaren tegen me zeiden: joh, mediteren is goed voor je. Vond ik mega zweverig. Ik dacht echt: ja, ga jij lekker op je matje zitten en vlieg weg, weet je wel dat? Toen dacht ik, nou, misschien hebben ze dat niet voor niks tegen me gezegd ooit in die afgelopen jaren. Misschien moet ik daar iets mee. Dus ik ben erover gaan lezen, want ik was wel zo van: ja, maar dan wil ik wel weten wat het dan precies doet. En een beetje de wetenschap erachter weten. En toen las ik zoveel mooie rapporten, inzichten. Onderzoeken die er gedaan zijn, het is wauw. Wat je met meditatie kan, is amazing. Toen mm -hmm. dacht ik oké, okay, lot, there you go. Je gaat mediteren. Dus ik heb echt gezegd van nou, de hele dag staat in teken van gezond eten en mediteren. Begin daar maar mee. Die twee dingen, daar ben ik mee begonnen. De eerste keer meditatie. Nou, ik wilde het liefst wegrennen. Ja. Want dan ga je liggen of zitten, misschien herken je dat. Jij bent mm -hmm. ook ooit begonnen. Mm -hmm. En dan die stemmen in je hoofd van kijk nou naar jezelf, wat zit je nou de te doen? Denk je nou echt dat dit je gaat helpen? Die stemmen, het was zo confronterend. Je maar kan ik dacht niet echt, weg, je ja, kan niet weg. Ik denk nee. nee, maar ik ga door, ik ga door, ik ga door. Er is en, toch uh, iets in jou dat dan zei, hey, weet je, je, je klinkt al als ik was precies vroeger zo, zweverige ouwe hoer, het gaat toch niet werken en zo. Er is toch iets in jou wat op dat moment zei, die voeding die ik nooit een kans heb gegeven en dat mediteren, ik ga wel door. Wat was ja. dat dan? Nou, ik denk gewoon uh, het einde van het tijdperk. Ja. Ik, er was ook niks anders meer. Ik bedoel, wat, ja, wat anders moest ik doen? Het was een soort ja. van laatste strohalm dat ik dacht: ja, oké, okay, als dit niet werkt, wat dan wel? Bizar, heb je dat niet dat je terugkijkt en dat je denkt: is het toch bizar dat een dokter tegen mij moet zeggen? je komt een keer in de rolstoel te zitten, dat het zo ver moet gaan... terwijl je al zoveel momenten in je leven hebt gehad... dat eigenlijk was, hé, hey Charlotte, even, ja. dit is het moment voor jou. Even verwerken, ja. even pas op de plaats. Maar ja. dat dit zo ver moet komen. Ja, dat is... Dat, dat is knap. Jeetje, maar zo werkt het brein. Mm -hmm. Weet je Het hele stuk preventie waar wij heel erg op zitten met Brain Balance is wat het brein heel lastig vindt, want het brein gaat pas oplossen wanneer er een probleem is. Mm -hmm. En we zijn heel erg geleerd in onze maatschappij, hebben we heel erg geleerd dat um, doorgaan, negeren van symptomen, negeren van signalen, het hoort er allemaal bij. We hebben allemaal Brainfolk, hoofdpijn, vermoeidheid, hoofdpijn, last ja. van je darmen, een stijve nek, ja, hoort erbij. Mm -hmm. uh, nee, maar het hoort er dus niet bij. Mm -hmm. En dat was wel toen ik daar achter kwam dat ik dacht, jeetje Charlotte, wat heb je nou eigenlijk? In heel je leven gedaan, maar wat heb je ook allemaal geleerd? Hoe komt het dat je dit doet? Mm -hmm. Ja en daar ging mijn reis verder. Dus van meditatie, na drie weken had ik echt een breakthrough. Dat ik dacht: wow, is dit meditatie? Het was gewoon alsof ik zweefde, alsof ik. Nou, ik weet niet. Ik kan dat moment nog steeds oproepen als ik hier zit en ik ga terug naar dat moment. Mm -hmm. Wat er gebeurde in mijn brein, maar ook in mijn lichaam. Ja. On onbeschrijfelijk. Het is zoiets bijzonders. Ja. Maar dat moment heeft mij zoveel handvaten gegeven. dat ik dacht, ja, maar hier moet ik mee door. Dus mm -hmm. ook een stukje beloning van de inzet die je hebt getoond. En langzaam, heel langzaam, begon ik weer te voelen. hé, hey, ik leef weer. Wauw, dat sprankeltje kwam weer terug. Mm -hmm. En toen kwam ik er eigenlijk ook achter dat ik dat sprankeltje eigenlijk al jaren geleden verloren was. Mm -hmm. En ook dat was emotioneel en confronterend. Want als je erachter komt dat je dus. Misschien zes of zeven jaar geleefd hebt en eigenlijk ongelukkig was, terwijl je dat op dat moment niet zo voelde, maar pas dus als je terugkijkt dat realiseert, die is ook best wel intens. Het is echt de spiegel die je voorkrijgt. Mm -hmm. Maar dat was wel het moment dat ik dacht: ja, wauw, er is meer. Ik wil meer ontdekken, ik wil meer onderzoeken, ik wil meer, ik wil alles weten. Ja, en daar ben ik opleidingen gaan volgen, echt voor mezelf. Van NLP tot NCE, BMR, um, de neurowetenschappen, ortomoleculaire geneeskunde. Ik ben soms wel twee studies tegelijk gaan doen. En dat vond ik zo cool. Dus heel langzaam kwam weer, ik weet nog wel dat ik mijn vader opbelde. En dat ik zei: Pap, volgens mij ben ik er weer. Ik voel weer Lot. Toen zei hij: Ik wist dat je jezelf ooit weer ging vinden. Oh. Dus dat ik heb nooit het vertrouwen in je verloren. En dit is alleen maar de mooiste les die je hebt gehad. Ja, dat is. Wauw. Wow. En dan kom je achter kennis en informatie dat je denkt: hoezo weten we dit niet? Hoezo hebben we dit niet op school? Hoezo krijgen we dit niet tijdens onze opvoeding? Dit moet de wereld in. Ja, en daar ontstond de missie met Brain Balance: kennis over je brein voor iedereen toegankelijk maken. Wauw, ik hang echt aan je lippen. Ik, ik hang echt aan je lippen. Ja, dit, ja, ik dacht, hoe gaan we dit hele boek? Hoe ga ik nou vertellen wat je allemaal hebt meegemaakt en hoe jij hier terecht bent gekomen? Maar dit, ja, dit is jouw verhaal. Ja. En dit is waarom jij zo verslingerd bent geraakt aan die hersenen die we allemaal hebben. We hebben er vaak geen idee van hoe ze werken. Precies. Maar ze besturen alles. Alles. Van A tot Z en van Z tot A. Ja. We gaan naar de eerste vraag. Hé, hey, ik ben een gast. Ik wil heel graag mijn mindset veranderen. Ik lees in veel boeken en hoor in de podcast dat dat het begin is van verandering in je leven. Maar hoe begin ik daaraan? Ja, dat is dat mooie Engelse woord, mindset. Het ja. staat overal. Ja. En het is inmiddels, ja, ik weet niet hoe jullie algoritme eruit ziet, maar mijn algoritme op Instagram is gewoon vijf keer mindset en één keer een leuk apenfilmpje, zeg maar. Ja. Maar het gaat overal over mindset, maar. Wat is je mindset? Ja, die is natuurlijk heel interessant. Hè? Er, er wordt inderdaad wat je zegt veel gesproken over mindset. Het is het woord zegt het al. Dus het eigenlijk je mind die zichzelf gezet heeft. Dus het mm -hmm. is letterlijk een vast. Ja, je zit een beetje vast in je mind. Dat mm -hmm. is wat mindset is. En heel vaak wordt er gezegd. denk positief, word positief en verander je leven positief. Ja, dat is echt fantastisch. Maar ik kan je op een briefje geven, 99% van de mensen gaat dat nooit lukken. Want wanneer ik nu tegen jou zeg, denk nu vanaf nu alleen nog maar positief... dan denkt jouw brein, ja, leuk, wil ik, maar hoe dan? En je wordt ook... Ik, ik heb dat heel lang gedaan voordat ik een burn-out kreeg. Dat hele tijd positief zijn, ging ik helemaal aan onderdoor. Omdat ik het niet voelde. Dat is het. En dan al, de hele tijd maar doen of het goed is. Want ik heb niks om te klagen, waardoor ja. het nog veel heftiger wordt. Maar dat is het, hè. En dat hoor ik ook vaak van mensen. Ja, oké, okay, maar... Poeh, het breekt me bijna op uh, om altijd positief door het leven te gaan. Ja, maar waarom is dat? Omdat je brein op een bepaalde manier geprogrammeerd is. Mm -hmm. Ik was altijd, ik zag beren op de weg. Um, ik, was, ik kon heel negatief zijn. Ik dacht vaker in problemen dan in oplossingen. Ik heb mijn brein de afgelopen vijf jaar geherprogrammeerd. Ik ben echt, nou ik kan zeggen, 95% van de tijd heel positief, vrolijk. Ik zie alleen nog maar mogelijkheden. Die zag ik vaak al wel, maar. Nog meer. En als mensen zeggen: ja, maar dit of dat, het kan niet. Denk ik, kijk, ja, snap niet dat jouw brein zo werkt, want het kan wel. Dus je kunt je brein veranderen, maar dat start dus in de programmering van jouw brein. En dat is letterlijk de neurale netwerken. Daar zit informatie in. Die informatie is leidend voor hoe jouw mindset is. Dus je mindset is eigenlijk een uitkomst van iets wat daar veel verder voor zit. En als we die oorzaak niet veranderen, mm -hmm. programmering van je brein, zul je je mindset niet veranderen. En dan krijg je wat jij zegt: ik doe positief. Maar ik voel me niet positief. Mm -hmm. Dus dan ben je bewust intelligent positief aan het doen. Een soort toneelstuk. Maar onderbewust, en dat is 95% van hoe we ons voelen, gedragen, wat we doen. wordt aangestuurd door je onderbewuste systeem. En als die niet ingesteld is op dat niveau van positiviteit. en kansen zien. en go with the flow. en lekker in het leven staan. Mm -hmm. dan ga je dat intelligent ook nooit bereiken. Ik denk dat iedereen die nu naar jou luistert. denkt: hé hey, hallo, ik wil dit. Ik wil ook mijn brein opnieuw programmeren. Maar hoe kom ik dan bij alles wat er al zit? Want dat ligt vaak niet altijd aan de oppervlakte. Nee, klopt. Ja, je onderbewuste systeem wordt gebouwd in die eerste acht jaar van je leven. Je hele leven bouwt dat zich verder. Maar die eerste acht jaar van je leven is eigenlijk alles bepalend voor hoe jouw brein geprogrammeerd is. Betekent niet zo dat de eerste acht jaar van je leven, wanneer je bijvoorbeeld een hele slechte start hebt gehad. Veel tegenslagen heb gehad, misschien traumatische ervaringen, geen veilige omgeving, early life stress. Dat je dus maar dat het, ja, dat je opgegeven wordt of zo helemaal niet. Want je kunt je brein veranderen, middels die neuroplasticiteit. Maar wat wel belangrijk is, is om te weten van oké, okay, hoe kijkt mijn brein naar de wereld? Wat voor een kleurbril zet jij op, letterlijk het paradigma van jouw brein? Hoe kijk je naar de wereld? Wat is het filter van jou? Hoe filter je informatie? Is dat inderdaad op de negatieve manier? Ja, maar dat kan niet. En je denkt in onmogelijkheden en in beren op de weg. Of is dat juist dat je geprogrammeerd bent dat je altijd van je ouders hebt geleerd. Joh, uh, het leven is één groot feest. En, en achter ieder deurtje zit een heel, hele mooie kans. En um, pak iedere dag uit als een cadeautje is heel anders dan wanneer je hebt geleerd van je ouders. Nee, en uh, dat is belemmerend. En dat kun je niet doen. En dat is mm -hmm. gevaarlijk. En dat is, doe dat vooral niet. En je moet zekerheid hebben. Ja, dan programmeer je daarmee je brein. En daar zit je dan wel de rest van je leven mee. Totdat je de kennis krijgt. En dat is de kennis die ik deel. Dat je je brein dus zelf kunt gaan veranderen naar het jaar 2021. Mm -hmm. Want heel eerlijk, ik ben 35. Ja, 35 jaar geleden. De kennis die ik van mijn ouders heb meegekregen. Maar ook op school. Is best wel achterhaald. Anno 2021. Die wereld is mm -hmm. zo veranderd. En waar begint dat dan? Begint dat bij. Dat je gaat nadenken, hé hey, waar ga ik niet zo lekker in mijn leven? Of hé, hey, het valt me op dat ik bijvoorbeeld heel vaak negatief ben. Ja, moet altijd iets boven het water uitsteken, zo'n ijsschots? Wil je ermee aan de slag kunnen? Nee. Moet je altijd kunnen achterhalen waar het vandaan komt? Nou, kijk, als je echt heel specifiek op iets wil gaan werken, is dat heel fijn. Maar wat wij ook heel veel doen, is gewoon preventief aan de slag gaan met het stukje breinkennis. En dan kom je vanzelf iets tegen dat je denkt, hé hey, wat grappig. Ik had bijvoorbeeld laatst iemand in mijn training die zei: ja, um, ik ben nu een half jaar met je bezig en ik, ik, ik doe echt. Uh, mensen leid ik ook echt op met hun brein. Ze zegt: ja, ik snap het. Ze zegt: maar nu heb ik een nieuwe liefde. Ik ben hartstikke verliefd. Hij op mij, maar ik durf hem geen toegang te geven. Oké, okay, maar welke programmering zit daar achter? Wat is dat? Um, en ze verstarden helemaal. Ik zeg: oké, okay, dit is een hartstikke mooi proces. Want er zit dus blijkbaar iets waardoor jij diegene geen toegang wil geven. Wat mm -hmm. is er in jouw jeugd gebeurd? Ja, ja ik, ik mocht er nooit zijn. Ik, ik heb nooit liefde ontvangen van mijn ouders. Ik, euh, ik, als ik iets zei, dan zei mijn moeder, je moet je mond houden, want je bent maar een kind. Mm -hmm. En dan snap ik waar die programmering vandaan komt. Ze zegt, ja, mijn vader is heel vroeg weggegaan, dus ik ben ook bang dat iemand me in de steek laat. Ik voel me niet veilig bij andere mensen. Ja. Dus zonder dat je uh, soms weet waar je naartoe gaat, kom je soms op iets wat je denkt, jeetje, zit dit me nu in de weg? Dus nieuwsgierig zijn naar jezelf. Ja. Op en alert zijn, denk ik ook. Hè? Dat, dat je, je je oogkleppen afzet. En ja, dat je een denk, stukje hey, bewustwording. Precies, ja, precies. Weten van, oké, okay, waarom heb ik nou een opgejaagd gevoel? Heel veel mensen hebben een opgejaagd gevoel. Zijn onrustig, hebben het idee altijd aan te staan. Waarom? Waar komt dat vandaan? Mm -hmm. Ga met jezelf aan dat vraagstuk. Want alles heeft een oorzaak. En wij zeggen altijd, als je de oorzaak niet aanpakt... ga je als persoon nooit veranderen. Mm -hmm. En we zitten heel vaak ja, proberen we een soort van pleisters op de wonden te plakken... maar die wond die heelt niet, die eronder zit... ja, dan heeft die pleister eigenlijk geen zin... want dan blijf je maar met je pleisters aankomen. Ga naar die oorzaak. Waarom heb ik die wond? Waarom zit dat er? En ik heb ook heel veel mensen die zeggen... ja, ik heb, nu, ik heb niet iets waar ik tegenaan loop... maar ik vind het heel interessant, mijn brein. En ik vind het heel interessant voor bijvoorbeeld in mijn bedrijf... of bij mij op de afdeling, of naar mijn kinderen toe, of op school. Ik wil meer leren over die hersenen. En dan komen ze gaandeweg... Komen ze achter te denken, Jeetje, oh, dat heb ik ook. Bijvoorbeeld, altijd op tijd komen. Moet altijd op tijd komen. Mijn man, die heeft dat altijd op tijd komen. Oh, maar dat ja. lemmert hem mega. Maar ja. zijn omgeving ook. Mm -hmm. Want zowel ik als ons kind uh, hebben daar last van gehad. Ze inmiddels geherprogrammeerd. Dat zat er zo ontzettend in. Nou, misschien zit dat je wel in de weg. Maar is dat zo onderbewust dat je het niet eens meer door mm. hebt? Hoe ga je daar dan mee aan de slag? Stel je voor hè? Iemand die nu luistert, die denkt hé. Hey, ik geef even een voorbeeld hè. Mijn ouders zeggen altijd, er staat geen geldboom in de tuin. Ja, <laughs> ja, 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 heel herkenbaar. Ja, dat ja. hebben mijn ouders ook gezegd. Er staat daar... geen geldboom in de tuin. Hè. Ja. Kom op, hard werken voor je, voor je geld. Ja. En ik kom er eigenlijk achter dat, dat diegene altijd hard aan het werken is, ja. financieel zeker wil zijn. Precies, ja, precies. geen uh, risico's neemt. Maar hoe ga je daar dan mee aan de slag? Ja. Als je daarvan af wil, ja, nou ja, kijk, hij is het sowieso al heel mooi, want jij benoemt hem nu al meteen. Dat hebben mijn ouders gezegd. Het werkt letterlijk zo in het kinderbrein: wanneer een vader of een moeder één iets zegt met een bepaalde emotie, dus het wordt ook gevoeld door het brein, heeft weer met hersengolven te maken, dan wordt het als waarheid opgeslagen. En dan zal dat brein altijd zeggen: Je moet financiële zekerheid, je mag geen, um, ja, je mag geen, geen, geen nieuwe kansen aanpakken, want stel je voor. Uh, dus je wordt belemmerend naar jezelf, naar je eigen ontwikkeling. Nee, die nieuwe baan moet je niet nemen. Want je gaat 200 euro minder verdienen. En stel je voor dat je het niet naar je zin hebt en daar verdiende je meer. Wauw, dat zijpelt in je hele leven door. Um, ik heb nog maar een week tot mijn salaris en uh, mijn geld is bijna op. Dus ik uh, beperk mezelf. Ik mag niks meer gaan doen. Ik mag niet meer genieten van het leven totdat ik mijn geld heb. Dat gaat in zoveel facetten, werkt dat letterlijk door? Ja, hoe begin je daarmee? Het is letterlijk de aandacht die je geeft aan de neurale netwerken versterkt ook hoe groter dat netwerk wordt. Dus blijf jij dit doen, dan wordt dat netwerk in je brein alleen maar sterker. Ga je op een gegeven moment iets veranderen en dat is ook buiten je comfortzone komen. Dus misschien mm -hmm. in die week dat je salaris bijna op is, toch wel de dingen gaan doen die je zelf normaal ontzegt. Mm -hmm. Laat je brein zien dat het helemaal niet zo gevaarlijk is. En dat je echt niet doodgaat wanneer je misschien heel even in het rood staat, bijvoorbeeld. Ja. Dus rek dat brein ook op. Doe dingen buiten je comfortzone. Wat heel belangrijk is, is om te weten dat je brein minimaal een maand nodig heeft. om een begin te maken van de verandering van een neuraal netwerk. Mm -hmm. Dus soms kan dat wel. Drie maanden duren, vier maanden en dan zul je iedere dag dat moeten gaan herhalen. Ja. Want hoe vaker je iets herhaalt, hoe beter het in je hoofd komt. Neuroplasticiteit. Neuroplasticiteit, de aanmaak van nieuwe neuronen. Mm -hmm. Letterlijk, we krijgen iedere dag ook nieuwe hersencellen. Wat doe jij in die nieuwe hersencellen? Welke informatie? Ga je bouwen op oude informatie die niet dienend is? Of zeg je nee, die nieuwe hersencellen zet ik in op een andere manier die dienend is? En die nieuwe hersencellen moeten sterker gaan worden, zodat die oude uiteindelijk... Gepruned worden. Pruning is letterlijk weggesnoeid. Ja. Dus er komt een soort schaartje en die knipt de oude hersencellen weg. Want dat is niet meer nodig. Die informatie die daarin zit, mag verdwijnen. Okay. En dat gebeurt pas wanneer er een nieuw neuraal netwerk is wat echt stabiel is, wat sterk is en waar je brein op kan vertrouwen: van oké, okay, ik heb nu goede informatie, waardoor ik in leven blijf. Want dat. Is uiteindelijk de functie van ons brein overleven. Dus je kijkt naar de situatie, ik wil dit niet meer, dit brengt mij niks, wat kan ik doen? Wat daar haaks op staat, wat me wel wat brengt, en dan ja. doorzetten, stappen blijven maken, want het zit er niet in één keer direct in en dan gaat het vanzelf beter voelen. Ja. Wat mij opviel, wat jij zegt in jouw boek, is dat je hersenen willen altijd gelijk hebben. Ja. En die liegen gemiddeld zo'n 600 keer per dag tegen je. Veel hè? Maar hoe weet je nou. Dat het je hersenen zijn en je, en je intuïtie. Wat is het, want wij volgen vaak onze intuïtie, mijn gevoel zegt. Ja. Maar hoe is er een soort check of zo? Dat je, wie weet, is het wel een oud programma dat in mijn hoofd afspeelt? Nou ja, dat, dat, dat is het vaak. Hè. Het is vaak een oude programmering, die nu niet meer dienend is, die je geleerd hebt toen je vijf jaar was, maar je bent nu, ik ben ja. nu 35. Ja, wat ik dertig wat ik jaar geleden leerde, is nu helemaal... Mijn leven is totaal anders. Ik ben niet meer dat meisje van vijf die ja. afhankelijk is van mijn ouders. Dus dat is ook je intuïtie eigenlijk. Maar ja. dan over iets wat je niks brengt. Ja, kijk, die, die is natuurlijk... Dat vind ik altijd een hele interessante vraag. Want wat is je intuïtie? I know. Dat is het niet wetenschappelijk bewijsbare gedeelte. Of is daar nou ook allemaal wetenschappelijk? Ja, natuurlijk nou, zijn er onderzoeken naar. Ja. Maar ik vind dat zelf gewoon heel interessant. Omdat ik denk, ja, mijn gevoel zegt gewoon dit. Maar het is geen goed scenario. Maar mijn gevoel zeggen, snap ja, je? Ja, dus, dus dat is dan ja. je onderbewuste systeem. Dus die ja. 95% die dan in gesprek gaat met je bewuste intelligente systeem. Mm -hmm. um, maar dat onderbewuste is voor 95% ook gewoon een programmering. wat je meekrijgt uit je jeugd. Ja. Er zit natuurlijk een stukje nature in. Dus dat, dat krijgen we mee vanuit de natuur. Daarvoor weten we hè, bijvoorbeeld de wat, wat sterkere plantenstoffen. Dus denk aan witlof, hè, wat vroeger natuurlijk best wel bitter was. Daarvan weten we uit de natuur. Daar moet je niet te veel van eten. Tegenwoordig is die hele bitter smaak best wel verdwenen. Helaas, mm -hmm. want het is super gezond. Maar vroeger, als je twee kilo witlof zou eten, zou je jezelf vergiftigen. Dat weet een baby. Dus daarom als je een baby witlof of spruitjes geeft, dan vinden ze dat niet lekker. Mm -hmm. Kunnen ze wel ontwikkelen die smaak? Dus dat is iets wat je van nature meekrijgt. Maar daarnaast wordt jouw brein, dus ook jouw gevoel, echt wel met informatie geprogrammeerd. Ja. Want hoe kan het zo zijn dat jouw gevoel misschien heel positief is en open staat voor de wereld. En nou, go with the flow en ik zie kansen. Maar degene die naast jou is geboren, die in dezelfde straat is opgevoed, maar wel met andere ouders, een heel ander gevoel heeft. Sterker nog, het gebeurt in een gezin. Het verschil tussen gevoel van een broer en een zus kan een wereld van verschil zijn. En dat is interessant. Het weekend zei een vriendin nog tegen mij van, ja, maar lot, ja, maar oké, okay, dat snap ik allemaal wat je zegt. Maar uh, ja, ik ben heel anders dan mijn broer. Zeg ik, ja, hoeveel schelen jullie? Vijf jaar. Ik zeg, oké. Okay. Ik zeg, dus jouw broer is vijf jaar ouder. Ik zeg. Dus jouw ouders waren zeg maar 25 toen jouw broer kwam. En jij bent geboren toen ze 30 waren. Ik zeg, wat voor een enorme ontwikkeling maken jouw ouders door in vijf jaar tijd? Oh, oh ja. Dat, ja. Ik zeg dus, hoe ze met jou begonnen als baby zijn. en met jouw broer. is een totaal andere wereld. Ook al is het hetzelfde gezin. Mm. Jouw ouders zijn ook persoonlijk ontwikkeld. Hebben de ervaringen met je broertje al vijf jaar. Ik zeg dus, jouw programmering in die eerste vijf jaar is niet hetzelfde als de programmering van die van jouw nee. broertje. En het is zo leuk, hè, als je ook dit hoort. Het is geen zware klus die je te klaren hebt. Het is interessant en het is leuk. En boven alles, het is niet negatief naar jouw ouders toe. Nee. Want dat is ook wat mensen vaak denken. En ook uh, als je achter iets komt, hè, dat je denkt... fuck, dit had ik eigenlijk liever niet zo willen hebben. Het is niet dat het negatief wijzen naar je ouders is. Zeker niet. En ik heb... Heel vaak ouders bij mij in de zaal of in een training... of die ik spreek of die een e-mail sturen van... nou jeetje, nu lees ik dit of ik heb dit gehoord... of ik volg dat bij je, maar nu voel ik me schuldig. Dan zeg ik nee, absoluut niet doen. Want je wist, ah, je wist niet beter. Dus nu heb je de kennis die je nu hebt. En daarmee, hoe oud je kinderen ook zijn, al zijn ze volwassen... kun je nog met ze gaan zitten en zeggen, joh, ik heb dit ontdekt. Ik denk dat ik in de opvoeding bepaalde dingen... misschien niet helemaal goed heb gedaan, maar ik wist toen niet beter. Ja. Je hebt altijd met de beste intenties gerend. Altijd met de beste liefde. En ik weet ook, Sky is nu 5. Ik heb heel, heel veel kennis. Ik blijf doorle leren totdat ik 100 ben. Uh, want het is zo interessant. Maar zelfs met de kennis die ik heb, weet ik zeker dat hij op zijn 35ste ook programmeringen heeft die hij van mij heeft meegerekend. Dat hij denkt, ja, nou, ik kan er wel iets beters voor in de plaats zetten. Ja, en hoe vind je dat dan? Want het lijkt wel als moeder zijn, ook als ik ooit moeder word, dat je misschien bijna wel. Zo'n hyperfocus daarop krijgt, want jij ging heel veel hierover leren ja. toen je ook al moeder was. Ja. ben je dan in het begin niet heel erg dat je denkt: Oh, god, ja. extra op mijn woorden passen. Ja, oh, hoe ik mijn emoties nu overbreng. Nee, ik moet niet laten zien dat ik verdrietig ben, maar hij moet ook emoties kennen. Ja. ik ben zo'n soort van. Het is soms best wel confusing. Ik zei dit weekend nog, zei ik, het zou veel fijner zijn als ik helemaal geen kennis had. Gewoon zou leven en uh, het zal allemaal wel. En Snoep mm. kan gewoon en doe lekker en dat. Uh, aan de andere kant denk ik dat ik hem zo'n, nou dat weet ik wel zeker, zo'n voorsprong meegeef met de kennis die ik nu wel heb. Mijn ouders zeggen ook: Lot, als wij de kennis hadden die jij nu hebt. Jeetje, wat was het gezin dan anders geweest? Ik kom uit het gezin van vier kinderen. Mm. Wat hadden we dingen beter kunnen doen? En zij zijn er nu ook mee bezig en vinden het mega interessant. En ja, mijn vader, die heeft echt wel gezegd ook. Sorry, want ik heb jou totaal verkeerde programmeringen meegegeven. Ik zeg: Pap, het beste cadeau wat je me ooit hebt kunnen geven. Want daardoor ben ik gaan doen wat ik ben gaan doen. En ben ik het gelukkigste mens ooit geworden. Dus dank je wel daarvoor. Mm, het is alleen maar goed. Mm, wat leuk. Ja, en tuurlijk um, zie ik dingen gebeuren in mijn omgeving. Dat mensen zeggen: Oh, kijk, ik vind het fantastisch dat jij zoveel groente eet. Want het maakt je sterk, hè? En dan denk ik: ja, Ik heb liever dat je zegt: Ja, het houdt je hersenen gezond. Ja, ja. ja ja. Maar iedereen zegt dan, oh, groente, word je sterk van, man. Is echt zo'n mannending. Ja. En dan zeg ik, ja, maar is het is belangrijker voor je hersenen. En dan zegt, hij, ja, man, weet ik, is het is belangrijker voor mijn hersenen. Dus je ziet in die hele wereld eromheen ja, dat ik soms best wel een soort Einzelganger ben. En denk, ja, kan moeilijk. Iedereen gaan herprogrammeren die iets zegt tegen mijn kind. Mm -hmm. Maar ze ook oh, zijn precies. reis, is ook ja. mooi. Ja. Hij mag ook het verschil zien van: hé hey, papa, mama, die doen het zo en de rest van de wereld doet het zo. Want uiteindelijk is dat wat je ouders, je opvoeders je meegeven het meest belangrijke dan wat de rest van de wereld vindt of zegt. Ja. Hey, en hoe, hoe bouw je hem in, in een soort easy-dummy versie om? Dus je komt tot, tot zo'n: nou ja, het is bijna een soort van eureka hallelujah moment Oh, er zit iets in, ik wil ja. er vanaf. Ja. Ja, als ik je dat nou zou kunnen vertellen, zo in het ja, hier, dan zou dat wel uh, het I gouden know. ei zijn, natuurlijk. Ik zeg ook wel eens van ja, als ik, als ik mensen binnen anderhalf uur kan leren te herprogrammeren, dan, uh, ja, dan bereiken we de wereld en dat wil ik. Um, maar start bij kennis over je brein. Wat gebeurt er in je brein? Wat is de evolutie van je brein? Um, in wat voor omgeving ben je opgevoed? In wat voor wereld leef je nu? Levert dat een conflictmodel op? Want dat is het vaak: dat het brein iets geleerd heeft, maar nu iets totaal anders moet gaan doen. Dat hij denkt. Ja, ik snap het niet. Kost heel veel energie, hij raakt uitgeput. We geven dan ook nog de verkeerde voeding, we bewegen te weinig, en dan krijg je een burn-out. Zo simpel is het. Omdat mm -hmm. we dus iets doen tegen dat natuursysteem in. Dus start altijd bij breinkennis. Ga naar die oorzaken. Dat zit in je breinkennis. Mm -hmm. Nou, dan is de volgende stap letterlijk het herkennen van je patronen. We hebben allemaal patronen. Wij leven op patronen. We leven op gewoontes. We leven op automatismen. Dat is gewoon hoe we zijn als mens. Iedereen. Mm -hmm. Niemand is daarin uh, anders. Maar wat zijn je patronen? Wat zijn je gewoontes? Wat zijn de dingen die je graag wil behouden, die je fijn vindt? Stel dat je gaat mediteren en op een gegeven moment wordt dat een lifestyle en dat dient jou. Ja, geweldig. Dat netwerk wil je alleen maar sterker maken, want dat wil je behouden. Mm. Maar stel je voor dat je altijd het idee hebt dat je, als je je bord hebt, dat je dat altijd moet leeg eten, ook al zit je gewoon vol of heb je even minder trek. Dat is ook een programmering. En wat leer je automatisch je kinderen? Dat ze dus niet naar hun gevoel moeten luisteren wanneer ze vol zitten. En je moet je bord leeg eten, want dat is iets wat jij van je ouders meegeeft. Maar hoezo? Omdat hun ouders uit de, de oorlog komen en heel dankbaar waren voor al het eten. Dat is fantastisch, ik ben heel dankbaar voor het eten. Maar leren luisteren naar je systeem is toch wel een hele belangrijke stap. Dus het herkennen van dat proces, dat is de H van herkennen. We zeggen altijd, we werken met hekt. Herkennen, herkennen, concluderen en dan pas toepassen. Mm -hmm. Maar vaak zitten we in dat laatste gedeelte van oké, okay, ik concludeer dat ik iets doe wat ik niet fijn vind. Of ik concludeer dat ik dit wel interessant vind. Ik wil daar iets mee. Maar ik wil het morgen meteen toegepast hebben. Mm. Maar dat kan niet. Want je doet al dertig jaar doe je iets wat je doet. Dus dat kun je niet vandaag even zo fixen. Dus dan ga je naar het herkennen. Daarna ga je naar het erkennen. Dat is je emotie. De E van emotie en erkennen. Je voelt, hé, hey, wat zij zegt of wat ze hier bespreken in een podcast, dat vind ik wel interessant. En wanneer er emotie is, dan pas kun je naar letterlijk de conclusie: ik wil dat veranderen. En dan pas gaan we het toepassen. Het is fantastisch om al te weten dat we kunnen veranderen. We kunnen veranderen. We je kunnen, kunnen alles veranderen. veranderen Ongeacht ja. je leeftijd. Ja. En daar heb je dus geduld voor nodig. Ja. En het is geen quick fix. Nee. Je moet teruggaan. Ja. Je moet hem voelen. Ja. En dan pas kan je ermee aan de slag. Precies. En je oeroudersysteem, systeem. Weet je, ons brein is miljoenen jaren oud. Het is niet, dat breinsysteem is niet gemaakt op de moderne wereld waarin we leven. En ik zeg wel eens in lezingen die ik mm -hmm. geef: van nou, ik zou willen dat we morgen wakker worden met um, een nieuw brein, een vierde brein. We hebben drie breinonderdelen. Dat er een vierde deel bij komt, die alles gaat regelen dat we zo lekker mee kunnen in al die veranderingen. Maar ik kan je vertellen. Dat heeft ongeveer 400.000 jaar gebeurd, uh, geduurd voordat we die neocortex hadden. Dus het mensenbrein. Ja. Dus dat is er niet zomaar. Misschien over een, een half miljoen jaar of zo. Maar ja, goed, dan zijn wij er niet meer. Weet wij even hoe de wereld er dan uitziet? Nee, maar ik vind het woest interessant. En alleen al het horen dat het mogelijk is. Ja, schaaf. Dat schopt zo'n deurtje open in je hoofd. Ja. Want. We voelen ons zo vaak slachtoffer van de situatie en ons hoofd. Ja. We zitten te veel in ons hoofd en je denkt het is altijd, uh, het gaat altijd zo zijn. Toen ik een burn-out kreeg was uh, ik was begin twintig. Dat is, uh, ik blijf steeds tien jaar zeggen, maar dat is denk ik dat is al twaalf jaar geleden. We uh, worden ouder, ja. Ik had geen idee. Ik was gek. Ik klopte niet. Er was iets mis met mij. En daar ga ik maar mee moeten leren dealen. Geen idee dat er patronen zijn die je kan veranderen. Ja. En dat is ook hoop. He? Dat is ook hoop als je niet lekker zit, weet dat er een uitweg is. Je kan met jezelf aan de slag. Dat gaat misschien niet altijd makkelijk worden. Precies, precies. Maar uiteindelijk krijg je de beloning ervoor. En wanneer je die beloning krijgt, dan zegt dat brein: Hey, cool. Dit is eigenlijk wel iets wat ik vaker wil doen, wat ik vaker wil ervaren. Mm. Want beloning is letterlijk dopamine. Dat zijn neurotransmitters die je aanmaakt. En dat is fijn, dat zijn gelukstofjes. Ja. Maar daar heb je soms wel weken of maanden voor nodig... voordat je op dat punt komt. En vaak haken mensen daarvoor af. Ja, ik heb alles geprobeerd, maar niks lukt. Ik ben bij psychiaters geweest, psychologen. Ik heb die coach dat. Jij ja, bent echt de laatste die ik doe. Ik ben al acht jaar bezig. En dan gaan ze dus met hun eigen informatie... over hun eigen brein aan de slag. En dan zeggen ze, ja, dit, maar dit heeft nog nooit iemand mij verteld. <laughs> ja. En dat is zo cool, want je doet het uiteindelijk zelf. Alsof je een soort superpower vindt. Ja. Ja, maar dat brein is ook één grote superpower. Het is toch niet normaal wat je hoofd allemaal kan? Zoveel. En wat en we nog maar weten erover. Ja. We weten er nog maar zo weinig over. Er wordt nu gezegd dat we nog maar zo'n 3% echt weten hoe dat brein functioneert. Dat is super weinig. Daarom zeg ik ook, ja, ik blijf wel leren tot mijn honderdste. Ja. Ik lees wekelijks nieuwe onderzoeken. en ik denk, oh grappig. Oh ja, uh, tien jaar geleden werd er gezegd: je kunt je brein nooit veranderen. Mm -hmm. Nu weten we, je kunt je brein wel veranderen. Je hebt die neuroplasticiteit. Het is toch bizar dat we dat tien jaar geleden nog niet wist, hè? Ja, ja en nee. Kijk, we, we hebben nog maar... We, ik, ik, de neurowetenschap heeft nog maar zo'n 15 jaar toegang... tot um, uh, CT-scans, PET-scans... om echt in een levend brein mee te kunnen kijken wat er gebeurt. Dat is allemaal nog relatief nieuw wat er gebeurt in die medische wereld. Dus we weet wat er allemaal nog gaat gebeuren. Ja, en aan de andere kant... Um, ik geloof ook wel dat we duizenden jaren... als we kijken naar bijvoorbeeld de Chinese geneeskunde... Um, hoe de hele Oosterse... Geneeskunde ook omgaat, ook met mentale gezondheid. Daar is het misschien niet bewezen middels een scan, maar wel bewezen middels het doen en het werkt. Mm -hmm. Want dat is natuurlijk een hele interessante. Wanneer is iets bewezen? Wanneer ja. is voor jou iets bewezen? Ja, voor mijzelf, als ik het voel. Als ik er met andere mensen over praat, wil ik toch heel graag altijd wel wetenschappelijk bewijs hebben. Ja. Maar voor jezelf is het echt puur gevoel. Ja, dus voor jezelf, jij zegt eigenlijk, wanneer het voor mij werkt, is het voor mij bewezen. Precies. Ja, ja. Want die is mooi. Laat zij een vriend tegen mij, zijn vader is, is, is een wetenschapper en gelooft alleen maar in de wetenschap. Alles wat niet wetenschappelijk bewezen is, is gewoon pertinent niet waar, totdat het bewezen is. Dus hij zegt, oké, okay, papa, mag ik je een vraag stellen? En dat vond ik zo mooi. Hij zegt, hou je van mij? Dus zijn vader zegt, ja, ik hou heel veel van je. Hij zegt, oké, okay, kun je dat bewijzen? Wow. Zijn vader zegt, uh, wow. nee, ik kan het niet bewijzen. Hij zegt, nou, dus dan is het niet waar. Wow. Ja, dat bedoel ik. Oh, wat goed. En die is zo mooi. Dus zijn vader zegt, ja, nee, ja, nu heb je me. Wow. Want inderdaad, liefde kun je niet bewijzen. Liefde maar het is, een is er, maar het is er. Ja. Dus is het er dan niet? Bestaat het dan niet? Zeggen we dan vanuit wetenschap: ja, dat bestaat niet, want ik kan het niet opschrijven. Ik kan het niet in een grafiekje zetten. Wow, wat mooi. Wat dus, goed. Ja, dat cool. is. Ik hou ook echt van de wetenschap. Ik hou van. Ik heb heel veel onderzoeken gelezen, ook voor mijn boeken, voor mijn trainingen, mijn lezingen. Um, maar ik weet ook dat de wetenschap soms ook onwetenschap is. En dat het bewezen is totdat iemand anders weer het tegenovergestelde bewijst. Ja. Dus laat ze ook de wetenschap, laat ze iemand tegen mij, ja, nou ik vind het echt belachelijk wat jij doet. Jij gebruikt de wetenschap als een soort snoepwinkel. <laughs> en ik zeg, ja, ik zeg, en het is echt fantastisch. Ik zeg, je zou er eens wat vaker naar binnen moeten gaan. Oh, wat mooi. Ja, je zou, want die wetenschap, die is er voor iedereen. Ja. Dus lees de onderzoeken, want ik, ik werk met heel veel neurowetenschappers samen. Die zeggen ook ja Charlotte, wij doen onderzoeken. Die, die verdwijnen vaak ergens in een la of die tonen we op een congres. Precies. Jij maakt ze lekker luchtig. Maar de leek leest het niet. Die nee. gaat niet uh, 300 pagina's in het Engels en dan met moeilijke termen. Toen ik dat voor zeker het eerst niet. las, dacht ik ook echt, oh, wat staat hier in Godsnaam? Ja. En he, dat zeker. vertalen naar ja. inderdaad voor iedereen, want dat is het uiteindelijk. Al die kosten die daar aan gemaakt worden, doen we wel voor de mensheid. maar we moeten er wel wat mee doen. En dat Precies. gebeurt nog te weinig. We gaan door naar de volgende vraag voordat we doorgaan wil ik het heel eventjes hebben over mijn jurk die ik aan heb. Ja. Heb je mijn jurk gezien? Ja, ik vind hem hartstikke leuk. Ja, het is een knaller <laughs> van een jurk en uh, ik heb hem uh, gehaald bij de sponsor van onze aflevering. Ja. Best secret en. Dat heet best secret, omdat het een beetje een geheime website is waar je je kan aanmelden. Maar daarvoor moet je dus een link hebben. Er staan allemaal dingen op met dikke kortingen, echt insane. Leuk. Onder en dan neem je dus dat in... niet voor mij mee. Nee, dat is een ja, beetje jammer. Ik, nee, maar ik wil wel iedereen een link geven, want je kan dus naar www bestsecretcom z'n alle gaan, dan kan je dus op die website. het kan niet zomaar, je moet echt een uitnodiging leuk. krijgen. Die heb je dus nu van mij gekregen. En als je dit doorstuurt naar je vrienden, dan krijg je dus commissie op wat zij verkopen. Kijk, dat het, klinkt helemaal top. Het, het is vind echt het heel erg leuk. leuk. Ja, er zit een heel winmodel vast. Ja, dus win, win, win. Dus ja. ik, uh, breng al je vriendinnen daar naartoe. Breng al je vrienden daar naartoe. En uh, je gaat het nog vaker horen terugkomen, want ik uh, ben heel erg dik met ze. Ik vind het fantastisch. Leuk, ik ben echt fan. He? Leuk. Tof. En ik zit naar de tijd te kijken. Het is 55 minuten. Dat wil zeggen dat we op het eerste gedeelte zitten. Dat we gaan afsluiten. Um, je krijgt nu van mij een teaser te horen. waarin je hoort hoe de tweede helft eruit gaat zien. Die komt later deze week. Maar um, ga vast weer luisteren. Weet je, we hebben zoveel veranderingen die ons brein moet verwerken. Hoe kunnen wij gelukkig zijn in een wereld die gevuld is? Met continu te veel prikkels. Maar we leven veel te veel in die beta-staat, waardoor we dus minder creatief zijn, minder in onze onderbewuste processen. Dus we zitten eigenlijk alleen maar in dat intelligente bewuste brein. Dit hoort echt zo'n moment te zijn dat er een deurtje in je hoofd wordt opengetrapt.